Goedemiddag, welkom bij het webinar over de technologische industrie in de Drechtsteden. We kijken vandaag naar het ecosysteem van de technologische industrie in de Drechtsteden. Hoe ziet dat ecosysteem eruit? Wat zijn de kansen, maar ook waar liggen de uitdagingen? Wat gebeurt er al en hoe doet de Drechtsteden dit ten opzichte van de provincie in zijn geheel? Ik ben Larry Overgouw, ik ben vandaag de host van dit webinar en we hebben een vol programma. We kijken straks eerst naar de Drechtsteden en dat doen we via de ogen van voorzitter van de Economic Development Board, Sjoerd Vollebrecht. Daarna schakelen we over naar Bereschot. Onne Pontvoort en Suzanne van Baardewijk hebben vanuit Bereschot in opdracht van Deal Drecht Cities een onderzoek uitgevoerd naar het ecosysteem van de technologische industrie in de Drechtsteden. Zij zullen de onderzoeksresultaten presenteren en met conclusies en aanbevelingen komen. Daarna reflecteren we vanuit het bedrijfsleven. We hebben drie heren die straks online hier het webinar binnenkomen. Dat zijn André Boer van Krone, Jan Terlinge, de business developer van Smart Industry, en Gerben Smits vanuit 10XL. Ik zal hen later nog nader aan u voorstellen. En aan het einde is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Want het is een interactief webinar. Dat kan dus via het stellen van vragen. Als wij bepaalde vragen niet direct kunnen antwoorden door de veelheid, dan krijgt u achteraf altijd alsnog antwoord. Als u een vraag stelt, vul dan even ook in aan wie u die vraag het liefst wilt stellen. We hebben ook een andere manier hoe we de interactie op gang brengen en dat doen we via de Mentimeter. Als u uw smartphone pakt en u gaat naar menti.com, wil ik u vragen om alvast in te loggen. Als u naar menti.com gaat, wordt u om een code gevraagd. Die code ziet u ook in het scherm hier. Dat is 6561986. Dus met de smartphone naar menti.com en de code 6561986 invoeren. Als het uiteindelijk niet lukt, we starten nu nog niet met de Mentimeter. Als het niet lukt, kunt u altijd even met Brigitte contact opnemen. Ook in de uitnodiging vindt u haar contactgegevens. Voordat we met de Mentimeter starten, gaan we overschakelen naar Sjoerd Vollebrecht. Sjoerd is voorzitter van de Economic Development Board in de Drechtsteden. En zoals ik al zei, we gaan de Drechtsteden zien door de ogen van Sjoerd. Dus Sjoerd, aan jou het woord. Dank je. Nee. Wat doen wij? Wij zijn zeer actief om te zorgen dat het vestigingsklimaat voor bedrijven, maar juist ook voor het grote menselijke kapitaal in dit gebied sterker en sterker wordt. We zijn de industriële motor eigenlijk van de Rotterdamse metropool met veel bedrijven die wereldwijd werken en een topreputatie hebben. En dat hebben ze over vele generaties veroverd. En daarin, wat bindt ons vaak is water, staal. Maar inmiddels is dat natuurlijk doorgegroeid in veel meer andere varianten. En het is ook iets wat steeds slimmer wordt in de producten die we leveren en de diensten. Nou, dat doe je al lang niet meer alleen, zeker nu er zoveel nieuwe technologieën op ons afkomen. En je vindt ook in dit gebied heel veel kleine, middelgrote en grote bedrijven die daarmee bezig zijn met een eindproduct, met een stuk van een product of een oplossing rond procesindustrialisatie, maar zeker ook interactie business to business, business to consumer. We hebben al veel op gang gebracht. Grote middelgrote bedrijven hebben daar een sterke rol ook in gehad. Mede omdat zij het doorzettingsvermogen hebben, zelf innovatief zijn. Maar we weten ook dat juist de mensen die iets meer in de periferie acteren of soms wat kleiner zijn, dat die de extra impulsen kunnen geven die we samen kunnen gebruiken om als gebied sterker te worden. Dan wel als individueel bedrijf en ook goede contacten op te bouwen. Heel belangrijk erin zijn de ecosystemen die we neerzetten. En die hebben we in kaart gebracht. En je ziet dat dat aanmerkelijk aan het groeien is. Veel bedrijven en mensen waren al in het gebied, sterk ook georiënteerd buiten het gebied. Maar we hebben gezegd, kunnen we dat dichter bij huis bij elkaar brengen? Want juist in innovatie, ook het soort innovatie wat we hier doen,
toegepaste kennis en hoogwaardig vakmanschap, is interactie tussen mensen heel belangrijk en de nabijheid daarvan is ook heel belangrijk. Het is wanneer je met mensen praat in zo'n omgeving dat je vaak zo'n dakpannen bouwt aan ideeën, gesprekken, ervaringen, experimenteren, leren, denken en doen. En dat kan je op informele, maar op soms formele wijze gebruiken om elkaar te versterken over de grenzen van je eigen bedrijf heen. De grote ontdekkingen zijn vaak niet een eureka-moment, maar veel meer omdat collega A iets zegt of onder een biertje bij een mooi technisch weertje je toch een gesprek hebt van god, dat heb ik wel eens meegemaakt, dat kan beter, dit hebben we geleerd, daar ging het mis, daar lach je dan vaak over, maar toch geeft dat inspiratie. En dat is ook cruciaal, hè? Je hebt krachtige en duurzame bedrijven nodig, daar hebben we er veel van gevestigd. Maar moeten iedere dag hard knokken om dat weer te doen. Vaak ontwikkelen ze zich door samen met opdrachtgevers en tijdens opdrachten vernieuwingen door te voeren. Maar je wil dat toch wel op een platform doen dat je al de eerste testfase hopelijk hebt gedaan. Wat heb je daar echt voor nodig? En meer zijn goed opgeleide mensen met diverse achtergrond. De cohesie die je hebt en de diversiteit van mensen maakt dat je uiteindelijk economische waarde creëert en dat je dat vervolgens doorschakelt naar een stuk maatschappelijke waarde, waar tegenwoordig ook veel impulsen vandaan komen en we als bedrijven willen dat oplossen. Nou, die tijd die we nu hebben heeft die interactie tussen mensen ook weer een ander daglicht gezet en ik denk ook wel efficiënter bijna. Werken hopelijk binnenkort weer fysiek, maar net zo goed kunnen we snel horloges gelijk zetten via nieuwe systemen en zien we veel van de technologie die ontwikkeld wordt ook in de thuisomgeving terug. Nou, dat operationaliseer je en dat is behoorlijk in de stijgers gezet langs een aantal fronten inmiddels. Eén is dat we nu 5 business developers hebben, Jan Terling is er één van, die voltijds bezig zijn in de komende 3 jaar om met de instituties en bedrijven hier samen met de overheid en de kennisinstellingen roadmaps uit te werken waarbij je de focusgebieden ziet die wij belangrijk vinden gezamenlijk om in de toekomst ons te kunnen blijven onderscheiden en door te ontwikkelen. Tegelijkertijd zijn we bezig om van een sterk MBO-traject, nog een misschien wat exacter ingesteld MBO-4-traject te gaan, naar uiteindelijk ook HBO. En dat ook gelinkt met de universiteiten, niet een gesloten maar een open systeem, maar wel die doorlopende lijnen die we krijgen, zodat we heel vroeg in het DNA kunnen krijgen van de mensen de elementen die voor ons belangrijk zijn om gezamenlijk en individueel te kunnen winnen. Veel voortgang daar, maar we hebben daar ook de incubatiecentra waar we dat experimenteren, leren, denken en doen makkelijk kunnen faciliteren. En we werken er toe naar 3. Duurzaamheidsfabriek hebben we al, de maakfabriek komt eraan. En dan hebben we straks ook voor zorg en welzijntechnologie. Dus dat is een inspirerende omgeving. En dat geeft dan gezamenlijk wat meer kritische massa om daarin door te investeren, te leren en te denken. En we hebben ook de omgeving gecreëerd met young professionals, dat zij samen soms in een pressure cooker methode een deelvraagstuk een stuk verder brengen, gedachten laten evalueren, soms heel plat, als ik het even zo mag noemen, in een maakfabriek dat we een metalen moeten kunnen bewerken en produceren voor de vliegtuigbouw. Maar dat kan ook zijn, omdat er zalm gekweekt moet worden op zee, dat op een duurzame manier moet worden gedaan, dat je veel dichter bij bevolkingsgroepen kunt brengen die het voedsel nodig hebben. Maar ook een stuk sociale vernieuwing komt daarin voor. Wat ik graag wil doen is jullie uitnodigen om ook een actieve rol erin te gaan spelen, inbreng te hebben in het geheel, focusgebieden aan te reiken en tevens bij te dragen in de uitbouw van dat voorwaarts gedreven gelijkgestemde die de nieuwe toekomst inhoud willen geven. En gezamenlijk ben ik ervan overtuigd dat we dit unieke gebied verder in de vaart en volkeren kunnen opstuwen en ook binnen Nederland steeds meer een industriële zone maken die uiterst krachtig, maar ook uiterst slim is en mede gedreven door de high-tech industrie. Ja, dank je. Dankjewel Sjoerd voor jouw toelichting op wat er eigenlijk allemaal al gebeurt binnen de Drechtsteden, maar ook wat er nog nodig is. En u heeft alle, hoorde ik nu ook, een uitnodiging van Sjoerd op zak. Dus ik zou zeggen, doe daar ook zeker wat mee. Sjoerd, ik hoorde jou ook al iets zeggen over interactie. En ik stel voor dat we die nu ook in gang gaan zetten via de Mentimeter.
Nogmaals, naar menti.com. Als het goed is, bent u inmiddels alle ingelogd en krijgt u de eerste vraag in het beeldscherm. En die vraag is vooral om even te kijken, voor ons, maar ook voor uzelf, wie er allemaal in dit webinar aanwezig zijn. Het is natuurlijk interessant om te zien wie er zijn, welke bedrijven, organisaties hier aanwezig zijn. Als het goed is, komen die nu langzaam in beeld. Ja, hier zien we ze al komen. Pentacon, Haagse Hogeschool, gemeente Sliedrecht. Nou, volgens mij noem ik hiermee direct de gehele triple helix. Ik zie zowel bedrijven, ik zie overheid en ik zie onderwijs. Dus dat is hartstikke mooi om te zien. Tot zover denk ik eventjes juist. Dan gaan we nu ietsjes verder de inhoud in, want u wordt nu gevraagd om het belang aan te geven voor uw organisatie van een vijftal thema's of onderwerpen. En die vijf thema's of onderwerpen ziet u, als het goed is, nu op uw scherm voorbij komen. Ik zal ze ook nog even opnoemen. Het is de samenwerking tussen technologische bedrijven. De tweede is meer research, development en testlocaties. Dus wat is in de volgorde van belang voor uw organisatie. De derde is meer regionale technologie-events. Vier, het aantrekken en behouden van technologisch talent. En de vijfde is het aanpassing van de infrastructuur in de Drechtsteden. En de volgorde van belang voor uw organisatie. Het aantrekken en behouden van technologisch talent. Daar zie ik nu een hele grote gele balk voor staan. Dat betekent volgens mij dat u daar met name voor geklikt heeft. Betekent dit dat iedereen daarvoor gekozen heeft? Of zijn er ook nog klikkende geweest op de andere thema's? Volgens mij niet. Nou, dan kunnen we volgens mij concluderen dat human capital, het aantrekken en behouden van talent, een heel belangrijk thema is. Ik ben benieuwd of we dat straks ook terug horen in het onderzoek van Berenschot. Want daar gaan we graag nu naar over. Berenschot heeft een onderzoek uitgevoerd in opdracht van Deal Drecht Cities. En Onno Pomfort en Suzanne van Baardewijk hebben dat onderzoek uitgevoerd naar het high-tech ecosysteem in de Drechtsteden. Ze gaan ons nu meenemen in het onderzoek en de resultaten, de conclusies en aanbevelingen daarvan. En ik heb begrepen, Onno, dat ik jou daarvoor als eerste het woord mag geven. Ja, dat klopt, René. Dank je wel voor de introductie. Ik raad jullie ook aan om Mentimeter toch nog even te blijven volgen, want het komt wel eens voor dat antwoorden ietsje later binnenkomen dan ze verstuurd zijn. Dus het kan zijn dat mensen ook andere dingen hebben geselecteerd. Nogmaals dank voor je introductie. Susanna en ik zullen proberen om in de komende 15 tot 20 minuten het onderzoek wat we uitgevoerd hebben kort te becommentariëren. De vraagstelling aan het onderzoek was eigenlijk drieledig. We hebben de vraag gekregen om te kijken naar hoe zit nou die high-tech sector in de Drechtsteden in elkaar. Wat is precies het netwerk rondom innovaties, het netwerk rondom high-tech in de Drechtsteden? Dat was een logische vraag, omdat we ook aan het begin vorig jaar, eind jaar daarvoor, begin vorig jaar, 2019-2020, een vergelijkbaar onderzoek hebben gedaan in de totale provincie Zuid-Holland. Dus het aardige was dat wij door ons onderzoek een vergelijk konden maken tussen totaal Zuid-Holland en Drechtsteden. En je zult terecht ook zien in de presentatie die Susanna geeft, dat op sommige terreinen Drechtsteden echt wel een unieke eigen plek heeft in dat netwerk, een eigen rol speelt. En die verder versterken, daar zitten heel veel kansen aan. Daarnaast was de vraag die aan ons gezet was ook, kijk nou eens op basis van wat je vindt, naar wat zijn nou mogelijkheden op aanhaken op innovatieprogramma's. Er zijn nationale innovatieprogramma's, er zijn internationale innovatieprogramma's, er zijn ook veel field labs en innovatiewerkplaatsen al aanwezig. Zijn er nou aspecten waarvan je kan zeggen, goh, daar zouden we misschien de Drechtsteden bedrijven meer op aan moeten haken? En een derde vraag die opkwam was van, wat zijn nou kansen en behoeften om meer bedrijven naar Drechtsteden te halen? En vooral, wat voor soort bedrijven zou je dan eigenlijk moeten halen om dat hele ecosysteem wat er in Drechtsteden is, om dat verder sterker te maken? Nou, we hebben dat onderzoek gedaan vorig jaar. Susanna vertelt haak en ogen. En we gaan in op een aantal aspecten van dat onderwerp in een interactieve wijze, zoals we eigenlijk net ook afgetrapt zijn.
Suzanne vertelt iets over het ecosysteem en activiteiten. Vervolgens kijken we ook samen met jullie naar wat zijn nou thema's met de meeste impact. We hebben opgehaald in het onderzoek, maar we vragen het ook weer aan degenen die in de call zitten. We gaan kijken naar technologische uitdagingen en naar de manier waarop je innoveert en samenwerkt. En wat ik al zei, aldoor in stukje advies, een stukje informatie geven vanuit het rapport, maar ook echt met de mensen die nu in de call zitten, samen die informatie weer ophalen. En aan het eind komen we tot conclusies en aanbevelingen, dan pak ik het weer over. Maar voor het deel wat nu komt, geef ik Suzanne graag het woord. Yes, dankjewel. Alright, ja, veel inzichten, veel interessante plaatjes. Ik ga jullie vandaag alleen wat highlights geven. Maar als ik het goed begrijp, kunnen jullie achteraf alles nalezen. Vragen kun je inderdaad in de chat stellen en daar is dan aan het eind van de sessie nog wat tijd voor. Oké, gaan we dan. Oh, één slide terug is wat ik verwacht om te beginnen. Yes. Ja, we hebben in totaal 53 deelnemers in dit onderzoek die de vragenlijst helemaal hebben voltooid. We hebben daarbij ingezet op een goede spreiding tussen de verschillende bedrijfsgroottes. Sjoerd noemde het al, we hebben allemaal een eigen rol en je kunt ook terugzien, dat is het kleine taartdiagrammetje rechtsboven, dat we van verschillende groottes, bedrijven, organisaties in ons onderzoek hebben. De meeste deelnemende organisaties identificeren zich als een productielocatie. En als we vragen welke activiteiten ze uitvoeren, zien we dat ook terug. Dat zien we in de linksboven in de grafiek. Maar er is ook een grote groep met een mix van productie, onderzoek, ontwerp en ontwikkelactiviteiten. We hebben linksonder kun je zien dat we respondenten hebben met een focus zowel op de Nederlandse markt als respondenten met een focus op buitenlandse klanten, maar ook met een mix tussen die twee. En dan zou ik nu graag doorgaan naar de volgende slide met het netwerk erop. We hebben alle deelnemers namelijk gevraagd naar hun belangrijkste afnemers en toeleveranciers. En daardoor konden we een netwerk tekenen van het ecosysteem. En daar kwam voor ons wel een mooie uitkomst uit. De meeste respondenten bleken namelijk op de een of andere manier verbonden in een groot cluster, wat in de kern een maritiem en offshore cluster is. En voor ons als onderzoekers was dat prachtig om te zien, want het betekent dat veel organisaties via via al een linkje hebben met elkaar. En dat geeft een hecht ecosysteem. En als je ook nog onderscheid maakt tussen de rol van toeleverancier en van afnemer, dan kun je zien dat er zeker 6 schakels aan supply chain in dit netwerk naar voren zijn gekomen. Dus dat betekent veel goeds voor het ecosysteem als geheel. Dan gaan we nu even naar de Menti voor belangrijke thema's. We hebben namelijk opgehaald wat de thema's zijn met de meeste impact op groei voor de organisaties. Dus jullie kunnen dat lijstje even doornemen en dan 3 thema's kiezen die de meeste impact hebben op de groei van je organisatie. Wauw, oké. Ik ga even kijken wat eruit komt. Digitale transformatie, als ik het goed zie. Human capital, ontwikkelsnelheid en complexiteit. Energietransitie. Nou, dan kunnen we dat gaan vergelijken met de uitkomsten van het onderzoek. Ik zie grote overeenkomsten, maar ook wel wat verschillen. Kunnen we de volgende slide... even spieken. Yes. Ja, dus digitale transformatie staat hier ook heel hoog, hè? Human capital veel lager, dat viel me wel op. Dus dat is een interessante toegevoegde focus die we hier nu in de zaal hebben, zeg maar. Mij opviel is dat de respondenten eigenlijk behoorlijk verdeeld waren over de verschillende thema's. Dus zowel verduurzaming als digitale transformatie, energietransitie, certificering en regelgeving en dus ook ontwikkelsnelheid en complexiteit, die bij jullie ook heel hoog scoort, werd allemaal veel genoemd, maar geen enkel thema wordt door de meerderheid in de top 3 gezet. Dit verschilt behoorlijk van het beeld dat we kregen toen we eerder in heel Zuid-Holland het onderzoek deden aan de hand van interviews. En daar noemde 70% van de onderzochte organisaties digitale transformatie als een van de belangrijkste 3 thema's. En dat zien we dus vandaag hier in de zaal ook weer. Dus dat is... Misschien ook te maken met die mix aan, de groep die je net vraagt. Ook werd globalisering
meer genoemd in heel Zuid-Holland. Op de volgende slide staan wat inzichten over R&D en samenwerking. Het algemene beeld wat eruit komt is dat de meeste organisaties, ongeveer 8% van de medewerkers zit op een onderzoek- en ontwikkelfunctie. Dat is de meeste linker grafiek hier. Ik ga ze gewoon even allemaal af van links naar rechts. De verdeling van R&D voor de eigen organisatie en in opdracht van klanten is zo 60-40. Dus 60% van de R&D-inspanning is voor binnen de eigen organisatie, zeg maar, en 40% valt binnen een klantproject. Robotica en digitalisering. Oké. Dat is kort maar krachtig. Dan ga ik er even door naar de uitkomsten uit het onderzoek. We zien dat de technologieën die het meest genoemd zijn, digitalisering, digitale veiligheid bedoel ik, en cybersecurity. En dat is vooral omdat dat mensen aangeven dat het nu nodig is. En dus we hebben aan onze respondenten gevraagd welke technologie heb je nu nodig en welke ga je later nodig hebben. En een categorie later komen andere technologieën naar voren, zoals kunstmatige intelligentie en 3D printen. Toen we dit in heel Zuid-Holland onderzochten, kwamen de digitale thema's erg overeen. Big data en cybersecurity, kunstmatige intelligentie zagen ongeveer hetzelfde beeld. Opvallende verschillen zijn dat daar kwantumtechnologie heel hoog scoorde op de toekomst. En beeldvormende meettechnologie hoger stond met het oog op de korte termijn. Volgende slide. We hebben ook gekeken naar externe hulpbronnen voor innovatie. En opvallende uitkomst was dat de samenwerking met kennisinstellingen misschien minder is dan je zou verwachten. Je kunt hier op het plaatje zien dat het ook behoorlijk verdeeld is. De samenwerking die er is, ik kwam in verdiepingen uit, is meer gericht op stageplaatsen. Waarbij dus de toekomstige en nieuwe werknemers zijn die de kennis het bedrijf inbrengen. We hebben ook een lijstje van relevante subsidies voor innovatie voorgelegd aan de respondenten. Daar zie je linksonder de rode balkjes zijn onbekend. Dus alleen de WBSO kwam daar eigenlijk samen met het MKB Katalysatorfonds uit als enigszins bekend. De overige regelingen zijn vrijwel onbekend. In ieder geval bij de personen die wij hebben bevraagd. En tenslotte hebben we nog gevraagd naar innovatiewerkplaatsen. Daar hebben we de volgende Mentimeter over. Als ik het goed begrepen heb, kunnen jullie 5 field labs invullen. Dus de 5 die het eerst te binnen schieten. En dan... de duurzaamheidsfabriek. Dat is mooi. Robohouse is ook door meerdere mensen genoemd. De anderen zijn denk ik 1 keer genoemd. Misschien 2 keer. Zullen we naar de uitkomst kijken? De volgende slide. Ja, ook bij de innovatiewerkplaatsen zien we dus dat ze relatief onbekend zijn. We hadden natuurlijk een hele lange lijst waarvan wij dachten, nou die zijn allemaal in de regio. Maar de meeste daarvan scoren ook laag op bekendheid. Beeld is ook vergelijkbaar met het beeld dat we kregen voor heel Zuid-Holland. Blijkbaar zijn onze respondenten meer doeners dan onderzoekers. We hebben natuurlijk ook in de interviews op verdiept. Ik zou nu graag eigenlijk doorgaan naar de conclusies met Onno om verder te praten over wat zijn dan de aanbevelingen die hier uitkomen. Ja, dankjewel Susanna. Veel resultaten en Menti liep misschien wat na in de input die gegeven is. Maar we zagen daar ook al interessante dingen uitkomen. Kijk, we krijgen weer een blaadje terug. Ik denk even 2 verder, Brigitte, als dat kan. Kijk. Wat we als conclusies hebben kunnen constateren in het onderzoek is dat
er een heel hecht ecosysteem is in het rechtstreeks. Met name in maritiem en offshore, maar ook wel ICT wat eraan gelieerd is. En dat is een heel groot goed. Dat is echt een fantastische uitgangspositie om nog verder te versterken als regio. We zien ook dat samenwerking op innovatie wel versterkt, nog verder versterkt kan worden. Kennisinstellingen, innovatiewerkplaatsen worden wat minder gevonden. Ik denk dat het heel leuk is om direct in de discussie ook van Gerbert Smits te horen of dat eigenlijk wel werkt, samenwerken met innovatieplaatsen, kennisinstellingen en de subsidies daarvoor aanvragen. Of dat je dat als kleine ondernemer niet moet doen. Ik heb wel een idee wat zijn antwoord is, maar het is interessant om het direct te horen. Is er echt wel behoefte aan het verder versterken van het ecosysteem in termen van kennis, weten van elkaar, waar kan ik nou mijn buurman voor vinden? We zagen in de interviews die we deden toch van een paar keer dat men zei, ja, we hebben nou eenmaal een partner en die zit soms zelfs in het buitenland. We kijken eigenlijk niet eens zo goed of er toevallig naast mij iemand zit die hetzelfde kan. Als je dat wel kan doen, zit er enorme kracht in het feit dat je ook fysiek gezien in een ecosysteem wat dicht bij elkaar zit. Op basis daarvan hebben we een paar conclusies en aanbevelingen geformuleerd. Bridget? Mag je volgende slide, Bridget, alsjeblieft? Ja, zijn we, sorry. Kennelijk wat vertraging in mijn en jullie beeld. Een van de dingen is verhoog de bekendheid van de technologische industrie. Dus zorg er echt voor dat bedrijven elkaar goed leren kennen. Zorg ervoor dat je eenvoudiger inzicht kan krijgen in de aanwezige expertise. Er zijn ook ideeën die we op dit moment hebben om dat online in een goede omgeving makkelijk vindbaar te maken. Daarnaast kwam heel duidelijk naar voren, breng bedrijven en innovatiepartners actief bij elkaar. Men wil heel graag sparren met elkaar, maar doe dat wel in kleine groepjes. Niet van die mega bijeenkomsten waarin in feite alleen maar gezonder wordt, maar liever kleine bedrijfsbezoeken, groepje van 8 à 10 en echt de inhoud ingaan. De mogelijkheid hebben om met elkaar te sparren over knelpunten te zijn of geïnspireerd te raken over oplossingen die men heeft gevonden. En organiseer dat ook regelmatig. Zorg ervoor dat mensen voldoende kansen krijgen om daar een keer mee te doen. Volgende graag, misschien. Daarnaast zeggen we ook, waar wel behoefte aan is ook lokaal echt laboratorium, research en testinfrastructuur te hebben. Daarvoor niet al te ver weg te hoeven, maar juist in de regio dichtbij plekken te hebben waar je met elkaar kan experimenteren. Je zou zelfs kunnen denken aan dat wat opschalen naar een soort dependance van de TU. Rond de duurzaamheidsfabriek zijn natuurlijk ontzettend veel van die locaties al aanwezig. Maar wat extra ondersteuning erbij op het gebied van onderzoek en uitwerking zou echt geen kwaad doen. En zou bedrijven ook sneller samen aan ontwikkeling laten werken. En je zou echt je dan ook kunnen focussen op het aantrekken van wat grotere researchprogramma's, waar meerdere bedrijven uit de rest aan mee kunnen doen. Dan zeggen we ook, ondersteun echt bedrijven ten aanzien van innovatie. Dus niet zozeer stuur folders over wat het kan, maar ga naar het bedrijf toe en neem de bedrijven mee in die zoektocht naar, zijn er subsidieprogramma's, zijn er wellicht werkplaatsen waar je al mee samen kan werken. Wij zien dat je dat echt moet doen. Je moet echt bij het bedrijf zelf gaan zitten. Niet proberen het via communicatie met online of offline media te doen. Maar ga kijken naar wat zijn de doelen die bedrijven hebben. En ga dan vanuit business development van de rechtstreden bijvoorbeeld met de bedrijven in gesprek om te kijken wie verder kunt komen. En het laatste punt wat we zeiden is, zorg er ook echt voor dat je meer digital natives in je regio krijgt. Partijen die vanuit de aard van de organisatie digitaal zitten, online zitten, weten hoe de nieuwe manier van werken in de toekomst gaat werken, makkelijker omgaan ook met gegevensuitwisseling, databestanden, weten hoe je met cybersecurity om moet gaan. Veel van de echt fysieke maakbedrijven in de rechtszijde zijn denk ik gepaard bij sparringpartners die meer weten en sneller weten hoe je dat aanpakt. En als die met twee elkaar kunnen vinden, dan kan je enorm veel sneller en ook enorm veel groter worden in de rechtszijde. Ja, Onno, Susanna, dank jullie wel voor jullie toelichting. Ik denk voldoende interessante conclusies en aanbevelingen. En zoals gezegd gaan we daarover graag het gesprek aan met het bedrijfsleven. Daarvoor hebben we drie heren bereid gevonden die hier digitaal nu aanwezig zijn en met elkaar het gesprek aangaan. Dat zijn allereerst André Boer, directeur van Krone, maar ook voorzitter van Holland Instrumentation. Dat is een netwerkorganisatie voor de technologiesector in Zuid-Holland. En André is ook betrokken bij de Technologische Actieagenda Zuid-Holland. Daarnaast is Gerbert Smits, CEO bij 10XL. Ze zijn gespecialiseerd in 3D-printen. En zij zijn sinds kort gehuisvest in Haringsveld, Giessendam. En zaten daarvoor op de duurzaamheidsfabriek in Dordrecht. En Jan Terlinge, onlangs gestart als business developer van Smart Manufacturing.
maakt eigenlijk zijn eerste stappen in het ecosysteem en we zijn benieuwd om te horen hoe dat nu gaat. André, ik wil eigenlijk starten bij jou en dan met name de thema's die impact hebben. We hoorden het net al eventjes in de toelichting van Berenschot. Als je kijkt naar de drechtsteden, zijn eigenlijk de thema's die worden aangeduid als impactvol, hè, waar we ons moeten inzetten, zijn vrij divers. Als je naar de provincie kijkt, zie je dat dat wat eenduidiger is. Hoe verklaar je dat verschil? Ja, Larry, dankjewel. Het is een heel interessante vraag natuurlijk. Hè? Als je erover nadenkt, volgens mij komt dat ook onder andere. Ik zie twee mogelijkheden, twee redenen ook. Eentje is dat je in de Drechtsteden ook de wat kleinere bedrijven ziet. Met name in Zuid-Holland natuurlijk ook de wat grotere bedrijven die een mooie strategie hebben vastgelegd. Die echt gefocust hebben op bepaalde ontwikkelingen. Waardoor er een aantal wat duidelijker geprononceerd naar voren komen. En dat is in de Drechtsteden nog niet het geval. Ik denk daarnaast, en dat is zeker zo belangrijk, zie je dat er een aantal initiatieven zijn die met name dan in Zuid-Holland lopen. Die door de bedrijven in het Zuid-Hollandse en net niet, nog niet in de Drechtsteden, goed worden opgepikt. En een van die initiatieven is bijvoorbeeld Smitsen, Smart Manufacturing Industriële Toepassing. Hè, waardoor je ziet bijvoorbeeld een stukje digitale transformatie, dat komt daar heel goed in tot uiting. Dat wordt in het Zuid-Hollandse goed opgepakt door bedrijven. Daar lopen al een aantal zaken. En daar zie ik dat er op de Drechtsteden wat achterstand is. En daar liggen dus kansen bijvoorbeeld voor ons. Dus zo zie ik dat eigenlijk, Larry, op dit moment. Interessant. En Gerbert, jij bent eigenaar van een van die wat kleinere bedrijven nog. Hè, in de beginfase nog. Hoe kijk jij daarnaar? Gerbert, volgens mij staat je microfoon uit. Even kijken. Ja, nu ben je goed verstaan. Ik heb het onderzoek gelezen en er werd inderdaad een onderscheid gemaakt tussen de thema's die je in Zuid-Holland tegenkomt en die je hier in de Drechtsteden tegenkomt. En digitalisering is daar een belangrijke. Alleen. Ik las tussen de regels door, is dat, dat het maar eens tijd werd dat de Drechtsteden gedigitaliseerd werd. Alsof we hier geen e-mail hadden en dat we allemaal nog met een faxje bezig waren. Ik vond het eigenlijk wel grappig. Ik ben het er ook niet mee eens. En ik las dat. Kijk, ik stel me zo voor, er zit daar in Den Haag, er wordt iemand gebeld en die krijgt dezelfde enquête. En die jongen is met een webbureau bezig en hij heeft er een webwinkeltje aan. En hij zegt, ja, wat is het belangrijkste thema? En die jongen zegt, ja, dat is digitalisering. Ja, dat had ik me ook wel kunnen bedenken. Maar dan vragen we dan dezelfde bedrijf ergens in een maakbedrijf hier in de Drechtsteden. En die zegt, joh, wat is het belangrijkste? Dat is duurzaamheid. Ja, dat lijkt me ook, want hij moet eraan voldoen. Er zijn nieuwe regels en hij moet er gewoon bouwen. En als hij niet aan die duurzaamheidseisen voldoet, dan wordt er überhaupt geen boot gebouwd. Dus en die meneer die boot bouwt is natuurlijk al lang gedigitaliseerd, want die heeft een heel PLM-EEP-systeem, anders kan hij überhaupt nooit een bootje bouwen. Dus ik vond het eigenlijk raar dat daar niet die link werd gelegd, je hebt een maakbedrijf en dan ga je wat maken. Dus wat vind je belangrijk? Duurzaamheid. En digitalisering is, ik wil zeker zeggen dat het relevant is voor een maakbedrijf, maar vaak zijn ze al lang gedigitaliseerd. Dat was eigenlijk een van de dingen die mij direct opviel. En ik vind het onderscheid heel erg logisch. Vraag aan een maakbedrijf, wil je digitaliseren? Zeggen ze, ja, maar ja, ik moet het ook nog maken. Ja, nou, dus ik hoor je ook ergens zeggen dat er misschien ook wel ergens een middenweg is. Je hebt het allebei nodig. En er is een combinatie van die thema's wellicht ook interessant. Ik wil even nog bij jou blijven, Gerbert, want je maakt nu een combinatie van verschillende thema's. We zagen net in de resultaten van het onderzoek Human Capital als een heel belangrijk thema. In de Drechtsteden worden daarop ook initiatieven ontwikkeld. Het Young Professionals Netwerk, maar ook de Dordrecht Academy met het Associate Degree opleidingen. Sjoerd refereerde er net ook al eventjes aan. Hoe zie jij die ontwikkelingen? Is dat voldoende of is er meer nodig? Ja, we zijn een innovatief bedrijf. We zijn nog jong. Ik denk dat driekwart van onze tijd besteden we aan R&D. Zeg maar de eerste jaren überhaupt alleen R&D voordat we... Tenminste, we wilden iets gaan printen, maar we hadden nog geen printer.
Ik dacht, laten we eerst maar een printer bouwen. En dus innovatie, R&D is extreem belangrijk voor ons. Maar mijn bescheiden mening is dat je innovatie alleen op universitair niveau kan doen. Ik ga het een beetje zwart-wit zeggen, daar moet je niet aan ophangen, maar ik vind MBO leidt fantastische operators op. Op HBO-niveau doe je een productinnovatie en op universitair niveau doe je een procesinnovatie. Als je wezenlijke veranderingen wil aanbrengen, dan moet je op procesniveau moet je innoveren. En dat moet je dus gaan samenwerken met een universiteit. En wat we nu in de Drechtsteden aan het doen zijn, is zeg maar dat we een HBO-opleiding of een halve HBO-opleiding gaan starten. En dat we daar innovatie aan linken. Nou, dat vind ik niet terecht. Het moet ook gewoon eerlijk zijn. Innovatie doe je bij een universiteit. En in plaats van dat je een MBO, een MBO plus, een HBO-opleiding in de Drechtsteden wil gaan doen, moet je gewoon zorgen dat je veel meer gaat samenwerken met universiteiten. Ik wil niet zeggen dat je die samenwerking niet moet bevorderen, bijvoorbeeld met de Vinci College, die is heel belangrijk. Ik vind ook dat je op universitair niveau en op MBO niveau kan je waanzinnig goed samenwerken. Maar je moet mensen niet in de veronderstelling brengen dat je er hiermee bent. Serieuze strategische innovatie doe je met de universiteit of de research instelling. En dan moet je dus verder kijken dan alleen de grenzen van de Drechtsteden. En ik ga het niet navelstaren noemen, om vooral een onderzoek in de Drechtsteden te doen. Maar er is natuurlijk gewoon een gigantisch ecosysteem daarnaast. En dat denk ik ook. Ik vind het wel interessant om te zien, hè. Een van de aanbevelingen ook is om de verbinding te versterken met de TU Delft. Hè. Zelfs een dependance hierop op te zetten als aanbeveling gezien. Maar ik ben toch ook benieuwd, André, of jij hier nog kort op zou willen reageren. Je bent ook natuurlijk ook betrokken bij allerlei ontwikkelingen die op het leerpark plaatsvinden. Ja. Ja, in ieder geval zie ik als werkgever natuurlijk human capital is ontzettend belangrijk. Dat is uiteindelijk natuurlijk de kracht van je bedrijf. En het doet mij ook goed om te zien dat net ook weer in die Mentimeter onderzoek dat er heel sterk natuurlijk human capital naar voren komt. Ik heb dat ook gezien vanuit die actieagenda's die vanuit de Economic Board Zuid-Holland gestart is. Dat met de gesprekken die ik had met andere ondernemers, dat heel sterk dat stuk human resources naar voren komt. En het leuke is daarin, hè, want we hebben gezegd, laten we niet nieuwe initiatieven gaan starten of zo, maar laten we aanhaken bij dat wat er eigenlijk al is. En er is zoveel goeds, dat we besloten hebben om sterk in te zetten op het stukje het Young Professional Challenge, wat door Deal hier in de Drechtsteden is opgezet. Dat is een heel succesvol stuk om young professionals uit het bedrijfsleven bij elkaar te brengen, een mooie kluif te geven. En op die manier ervoor te zorgen dat ze en wat moois neer kunnen zetten. Aan de hand van dat onderzoek, van die taak die ze opgelicht krijgen. En daarnaast ook gaan werken aan dat stukje netwerk. Hè. Dat hoorden we aan het begin ook al natuurlijk. Als we willen gaan samenwerken, als we willen groeien binnen de Drechtsteden, dan zullen we een stukje vertrouwen moeten kweken. Dan zullen we elkaar moeten leren kennen. En ik denk dat zo'n Young Professionals Challenge daar enorm toe bijdraagt. Het is eigenlijk zo goed dat we gezegd hebben, rol het uit over Zuid-Holland. Hè? En laat de Drechtsteden hier een voorbeeld zijn voor Zuid-Holland. Dus ik ben daar best wel een beetje trots op. Ja. Mag ik nog misschien wat zeggen, Larry? Want daarna natuurlijk zie ik natuurlijk die ontwikkelingen in het associate degree stuk. Hè? Dus het kopgebouw bij de duurzaamheidsfabriek, heel mooi. En ook daar kunnen we denk ik als Drechtsteden iets heel moois neerzetten. Een van de dingen die ik, die we als werkgevers belangrijk vinden daarin is wel een stukje bijscholing ook van het personeel. Je ziet dat ontwikkelingen, technologische ontwikkelingen gaan enorm snel. Spannend om dat bij te houden. Dat geldt dus ook voor onze mensen. En ik denk dat we hier de kans krijgen om laagdrempelig onze medewerkers een extra stukje kennis mee te geven. Dus ik denk dat we daar ook zeker aandacht aan moeten geven. En jouw vraag sluit dat aan bij dat wat er nu ontwikkelt. Ik denk van wel. Dus ik denk wel dat we op het goede pad zijn. Laten we het ook goed omzetten. Oké, hartstikke goed. Dan wil ik graag even de verbinding maken naar Jan, de business developer, recent gestart in de Drechtsteden natuurlijk. Field labs, kennisinstellingen en de verbinding daarnaar. Ik ben benieuwd hoe je daarnaar kijkt, maar misschien eerst even kort je functie. Wat ga je doen hier in de Drechtsteden als business developer? Ja, dankjewel. Dankjewel, Lee. Als onderdeel van de regio deal, ook al aangekaart door Sjoerd eerder,
zijn de Deal en Innovation Court en vijftal business developers aangesteld op 5 belangrijke onderwerpen. Dus ik ben zeker niet de enige. De onderwerpen zijn duurzaam varen, delta technologie, zorginnovatie, digital mainport en waar ik me op richt, smart manufacturing. En per onderwerp worden de roadmaps opgesteld. Waarin eigenlijk doelstellingen en ambitie worden neergezet en het doorvertaald naar programma's en concrete projecten om daar te komen. En het doel is om het innovatievermogen van bedrijven, zowel groot als klein in de regio, te gaan versterken. Onder andere door het gesprek aan te gaan, door ze te verbinden aan elkaar bijvoorbeeld, maar ook concrete samenwerkingsprojecten op te zetten. Maar ook om cohesie te gaan creëren, dus alles wat er al gebeurt, ook al aangekaart door anderen, want er gebeurt al heel veel. Daar cohesie in te creëren, ga je ook om dat ecosysteem bouwen, want dat is uiteindelijk het ultieme doel. Het ecosysteem om smart industry in mijn geval, dat moet verder ontwikkeld gaan worden. En dan heb ik het niet alleen over de regio, maar zoals Gerbert ook al zei, echt de verbinding sterker gaan leggen met het smart industry ecosysteem buiten de regio. Oké, dankjewel Jan. Gerbert, ik vind het wel even interessant als we het nu over die Field Labs hebben. Hè. De duurzaamheidsfabriek werd al even genoemd. TeenXL is natuurlijk zelf ook op het leerpark gestart. Wat heeft jou dat gebracht? Nou ja, het is gewoon heel veel. Ik heb, als je een beginnend bedrijf bent, dan... Je hebt een handje nodig om er te komen. En de duurzaamheidsfabriek is voor ons een beschermde plek geweest waar we een lab konden uitbouwen naar een bedrijf. En de duurzaamheidsfabriek heeft ons daar gewoon heel erg mee geholpen. Niet alleen met... Het begint gewoon met het team wat geïnteresseerd is. Wat relaties legt, wat je binnenbrengt bij andere partijen. En ook gewoon een keer praat je. Iets tegen. Je hebt de faciliteiten die ontzettend mooi zijn. Je hebt daar een hele mooie werkplaats. Die voorzien is van mooie middelen. Je hebt een lasrobot en een waterstraalmachine. En je kan ook gewoon dingen maken. Dus we hebben heel veel gebruik gemaakt van het prototype lab. Het is mooi om te horen hè, dat je daar de faciliteiten hebt om te starten. En vervolgens ook binnen diezelfde Drechtsteden, nu in Hardingsveld, Giessendam, uiteindelijk ook je plek hebt om verder te groeien en daar verder uitvoering te geven aan je bedrijf. Dus ik vind dat wel een mooie ontwikkeling als ik die zo hoor. André, ik wil toch even terug naar jou, de technologische actieagenda van Zuid-Holland. Daarin worden ook een aantal activiteiten ontwikkeld. Ik heb ook iets begrepen van een gouden gids die ze daar ontwikkelen om meer verbinding te maken. Kun je daar nog iets over zeggen wat het precies inhoudt? Ja, natuurlijk. Ik weet niet of we allemaal nog weten wat een gouden gids is, hè? Maar dat is eigenlijk van het verleden natuurlijk. Maar het was even de naam die we bedacht hebben om het eigenlijk een beetje inhoud te geven. Het gaat natuurlijk geen gouden gids worden. Het gaat iets worden van, en Onno gaf dat ook al een beetje aan natuurlijk, een mooi digitaal platform. Mogelijk ook wel in de vorm van een hele slimme zoekmachine. Die ervoor gaat zorgen dat de bedrijven die in eerste instantie in het Zuid-Hollandse elkaar makkelijker kunnen vinden, maar zich ook makkelijker kunnen presenteren. En dat is een van die initiatieven die we echt vorm willen gaan geven. Ik denk dat we daar ook echt de gelegenheid toe krijgen. En dat vergt wat werk, dat vergt wat inzet. Ik denk dat de eerste zaken er ook al zijn. Hè. Er is al wat geëxperimenteerd. En ik denk dat het daarnaast ook niet moet bij blijven. Want als je verder kijkt, zie je al dat er initiatieven zijn in het Zuid-Hollandse om bedrijven bij elkaar te brengen. En ook daar weer, denk ik, we hoeven niks nieuws uit te vinden. Laten we daarbij aansluiten en laten we zorgen dat we uiteindelijk ons doel bereiken. En dat is die samenwerking neerzetten. Zorgen dat je niet naar Amerika hoeft om technologie te halen, maar dat die eigenlijk gewoon in Rotterdam zit of misschien wel in Zwijndrecht. En dat is er ook vaak als je goed kijkt, maar dat is denk ik onze uitdaging daarin. En de volgende stap, hè, die gaan we dan ook neerzetten natuurlijk, is een stukje met elkaar echt in contact komen, een stukje vertrouwen opzetten en van daaruit projecten gaan opstarten. Ook heel belangrijk uiteraard. En voor die projecten heb je af en toe ook geld nodig. We zagen net als een van de resultaten van het onderzoek ook dat subsidies eigenlijk nog heel weinig
gevonden worden. Als startend bedrijf, Gerbert, kan ik me voorstellen dat je ook met subsidies te maken hebt gehad. Hoe heeft jou dat geholpen? Ja, het is misschien ook wel goed om even terug te gaan. We zijn een accelerator-programma begonnen voor de Excel. In 2016, waar we de eerste lichting. En daar werden we 3 maanden getraind om een investors pitch te doen. 3 minuten vertellen van hoe goed je bent. En dan, dus ik dacht, nou, dat ga ik maar gewoon doen. Dan werd mij verteld dat het geld aan het klotsen was. Nee, ik zeg altijd, het geld was aan het klotsen, maar het klopte er nooit overheen. Dus het klopte nooit bij mij terecht. En dat is eigenlijk ook zo. Als je als maakbedrijf geld wil hebben, dan is het ontzettend moeilijk om geld van investeren te krijgen. Die wil die grote investeringen, veel hardware. Als je een softwareontwikkeler bent en maakt een platform, applicatie, is het veel makkelijker om geld te krijgen. Als maakbedrijf zijn er heel weinig investeerders die daarin investeren. Tenminste, heb ik gemerkt, misschien wil ik het. Het is veel makkelijker, beter voor subsidie te gaan. Dat is gewoon eigenlijk het heel eerlijk subsidie. Hoe beter je verhaal, hoe eerder je geld krijgt. De subsidies kunnen echt wel helpen om die stap te maken. Dus als beginnend bedrijf is dat 1-op-1. Je moet er eigenlijk gewoon mee beginnen. Ja. Het voordeel van als je subsidies schrijft, krijg je het al het verhaal en je wordt gevraagd naar de impact. Eigenlijk ben je bedrijfsplan aan het schrijven. Maar oké, je stuurt het naar een subsidieverlener. En ik denk dat we alles wel gehad hebben. Ik heb de subsidielijn. Ik heb net gehoord van Sjoerd ook, hè, die interactie is ook belangrijk. Dus als ik je zo hoor praten, dan denk ik van, nou, die interactie ontstaat dus ook rondom die subsidies. En nou, daar kun je dus ook wel, naast het financiële aspect, ook langs de lijn van de inhoud wellicht wat voordeel uit halen. En dat is heel makkelijk om dan connectie te maken. Want een subsidie of een R&D-project gaat over inhoud, het gaat over niet. En je kan dus heel makkelijk gaan samenwerken. En je praat gewoon over een... Dus je kan een consortium opzetten, gebaseerd op een technische uitdaging. En dat is heel makkelijk. Dus je kan relaties aangaan met anderen. Ja, en dit is de positieve kant van, hè, eigenlijk bijna een oproep van, ga er zeker gebruik van maken. Toch in het onderzoek zie je ook van, subsidies worden eigenlijk nog onvoldoende gevonden. Jan, als business developer, heb je daarin ook een rol? Kun jij daarin faciliteren om dat beter voor het voetlicht te brengen in de Drechtsteden? Ja, zeker. Daar wil ik zeker bij ondersteunen. Ik kan heel makkelijk de business developers, niet alleen ik, maar ook mijn collega's, contacten om te kijken gezamenlijk waar de mogelijkheden liggen. En er zijn er ook veel. Binnen Deal en Innovation Quarter is er sowieso heel veel ervaring op het gebied van subsidies, regionaal, nationaal, maar ook Europees. En ik denk dat met name de MKB en de maakindustrie echt geholpen kan worden met een klein financiële impuls of met het opzetten van een consortium. Technische en op inhoud en ook het netwerk daarmee te vergroten. Bijvoorbeeld voor het opzetten van een technisch haalbaarheidsonderzoek of een voucher om een business case op te gaan zetten met hulp daarbij. Ik noem maar een voorbeeld voor het benutten van data uit de productie. En daar zijn middelen voor beschikbaar. En ook niet zo administratief zwaar als men wel eens denkt. En het Smitsen-programma, ook al eerder genoemd door André, is daar een heel goed voorbeeld van. Dus als mijn mogelijkheden ziet, is eigenlijk ook jouw oproep van neem dan vooral ook met jou contact op om daarover door te praten. Misschien nog even interessant, Jan, om aan te geven. Je bent met een roadmap bezig als business developer. Zie je al de eerste projecten of actielijnen voortkomen uit jouw gesprekken met de markt? En hoe kan men jou daarop misschien bereiken? Ja, in de roadmap zijn inmiddels 3 programmalijnen vastgesteld. Waarin we projecten willen gaan opzetten. En ook lopende projecten onder gaan hangen. En deze sluit ook aan op de actieagenda, ook eerder aangekaart. Van de technologische industrie in Zuid-Holland. Maar wel toegespitst op behoeften van de regio en ook waar we in de regio goed in zijn. Eén is robotisering. Ik vond het wel leuk om te zien dat de 2 technologieën die we net uit de Mentis hadden, die komen hier ook in terug. Ik hoop dat er uiteindelijk ook meer worden. Robotisering, heel belangrijk onderwerp in de regio, maar ook buiten de regio. Denk hierbij aan aluminium robotlassen in de scheepsbouw.
Ook toepassen van cobots, collaborative robots. En ook direct gekoppeld overigens aan onderwijs in de duurzaamheidsfabriek bijvoorbeeld. Het Da Vinci College. Dankjewel. Ik zie dat er ook nog een hoop vragen van u als kijker binnenkomen. André, één vraag die ik aan jou zou willen stellen. Er wordt gezegd van de digitale bedrijven, trekt die naar de regio. Maar wellicht een veel eenvoudiger alternatief is om veel meer die verbinding te zoeken met diezelfde bedrijven, maar dan net buiten de regio Drechtsteden. Bijvoorbeeld Rotterdam, Delft, Gouda, want dat is in principe toch prima aan te reizen. Ja, nou, ik denk ook, we moeten ons absoluut niet, dat navelstaren hoorde ik al eerder, dat moeten we zeker niet doen. In het Zuid-Hollandse en soms wel eens even daarbuiten zitten hele mooie gelegenheden. Ik denk ook dat er binnen de Drechtsteden, kijk ik bijvoorbeeld naar de duurzaamheidsfabriek, hè, daar staat een mooie installatie. We zijn nu aan het kijken bijvoorbeeld om die helemaal te digitaliseren. Hè, en ook die verbinding naar de cloud en de nieuwste mogelijkheden daarin te demonstreren. En daar kijk ik ook echt wel buiten alleen de regio Drechtsteden. Er zijn ook bedrijven uit Rotterdam bijvoorbeeld bij betrokken. Dat zou zomaar kunnen zijn dat de bedrijven uit het oosten van het land bij betrokken zijn. Nee. Dus ik ben het daarmee eens. Absoluut gebruik van maken. Dat gaat verder dan alleen maar de Drechtsteden. Maar komt wel ten dienste van dat wat we in de Drechtsteden doen. Ja. Nou, hartstikke goed. Ik zie, er komen wel een hoop vragen binnen. Maar gelet op de tijd moeten we ook even kijken hoe we ermee omgaan. Alle vragen worden beantwoord. Dus desnoods achteraf per e-mail. Ik zou nog één vraag beet willen pakken. En die is voor jou, Jan. Wordt ook de vraag gesteld van zijn er al andere projecten of voorbeelden van projecten te benoemen bij andere business developers? Misschien dat je er één of twee of drie kort kunt noemen om ook een beeld te schetsen wat daar gebeurt. Ja, zeker. Een goed voorbeeld is vanuit Digital Mainport, Max Rimmerie, collega business developer bij Deal. In samenwerking met Max gaan we het 5G IoT lab opzetten in de duurzaamheidsfabriek. IoT, Internet of Things. Internet of Things, ja. Waarbij we ook testfaciliteiten willen gaan bieden voor met name MKB. Om met 5G aan de slag te gaan. En ook Internet of Things. Een ander voorbeeld overigens is op het gebied van duurzaam varen zijn er ook een x-aantal projecten waaronder een laadboei waar gewerkt wordt in de regio Zuid-Holland. Oké. Okay. Nou, is goed. We komen zo meteen. We gaan langzaam richting de afronding namelijk van het webinar, ook gelet op de tijd. Maar niet voordat we hebben laten zien wat er toch ook allemaal al gebeurt. Hè. Deal is onder andere ook via dit webinar druk bezig om de Drechtsteden op de kaart te zetten, zichtbaar te laten zijn, de smart industry hier. En Jan schetste het al eventjes, we doen... Op meerdere thema's voeren we roadmaps uit. We hebben dat voor duurzaam varen, voor delta-technologie, zorginnovatie en de Digital Mainport. En op het scherm ziet u ook de namen en de gezichten die daar als business developer aan verbonden zijn. Tot slot, toch een soort van call to action. Hè? Heeft u interesse in een innovatie of wilt u contact met een van de business developers zoals u net gezien heeft? Of wellicht zelf een innovatie heeft waarvan u zegt van nee, dat zou echt voor het voetlicht gebracht moeten worden. Of daar wil ik een samenwerking voor aangaan. Neem dan contact op met Menno Beinachten. Die is programmamanager van de Smart Industry bij Deal. En hij maakt heel graag die verbinding met u. Nogmaals, vragen die niet beantwoord zijn, daar krijgt u sowieso nog van Menno bericht van. Voor nu wil ik u oproepen. Wilt u op de hoogte blijven van alles wat er rond dit thema gebeurt, maar ook rond alle andere thema's zoals we ze besproken hebben, onder andere door de business developers. Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief van Deal Drecht Cities. Op de website kunt u zich inschrijven en dan wordt u periodiek, krijgt u een informatiebrief met alle nieuwe ontwikkelingen hier in de regio. Voor dit moment komen we ten einde van dit webinar. Namens Deal Drecht Cities wil ik u hartelijk bedanken dat u hierbij aanwezig was. En ik hoop dat jullie elkaar ook in het verlengde van dit webinar weten te vinden. En ik wens u voor nu een prettige middag en een prettige avond. Tot ziens.